mooi seizoen weer achter de rug gehad. Enkele blessures gehad. Het kan altijd beter natuurlijk. Een echte sportman is nooit tevreden over zichzelf. Maar ik denk dat jij toch wel een mooi seizoen gedraaid hebt. Wat vind je er zelf van? Het was een seizoen met twee kanten. Het begon heel goed eigenlijk tot het EK. En eigenlijk alle wedstrijden die ik reed ik gewoon naar mijn oren. Het waren goede wedstrijden. Ik reed heel vaak op het podium. En dan krijg je een blessure waardoor je geen wedstrijd meer kunt draaien eigenlijk. En dan, ja, in het begin van het seizoen ben je heel goed van start gegaan eigenlijk. En de wedstrijd, de belangrijkste wedstrijd van het jaar, rij je eigenlijk geblesseerd rond. En dan moet je genoegen nemen in de halve finale. Dus dat is tegen mij wel net wel twee kanten, zeg maar. Je bent zo goed van start gegaan. Twee weken tevoren rij je eigenlijk iets wat je nog nooit behaald hebt. En dan onder de wedstrijd waar je denkt van dit jaar ga ik dat knallen, zeg maar. En dan, ja, dan valt dat net eventjes in het water. En dan wordt een Nederlander, een goed teamgenoot van mij, een vriend van mij, die wordt alweer het kampioen. Ik ben heel trots op hem zo natuurlijk. Maar, ja, is dat toch wel heel zuur. Het is een hele zuur hand die ik dan door moet bij het moment. Weten dat jij het ook niet kunt. Ja. Dat is inderdaad zo, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook. De sport is blessuregevoelig. Je hebt alle wedstrijden die je gereden hebt, heb je denk ik de finales gereden. Dus in mijn beleving veel beter kan het niet. Nee, dat is waar. De wedstrijden die ik gereden heb, die waren ja. Slechts was volgens mij een halve finale, ja, dan kun je niet klagen. Nee, heel goed. Twan heeft, denk ik, door zijn maatloze inzet, rijdt hij resultaten waar onze rijders alleen maar van kunnen dromen. Hij is een voorbeeld voor jullie allemaal. Dat komt natuurlijk niet vanzelf aanwaaien, dat kost heel veel tijd en energie en inzet. En Twan is altijd heel leergierig geweest, altijd voorop gelopen bij trainingen. En ik denk dat hij als een prachtig voorbeeld voor jullie kan fungeren. Wat vind je er zelf van? Ik was zeker vroeger niet de jongens met. Ik hoorde niet bij de jongens met het meeste talent, maar wel met de jongens die wel hard voor wilden werken. Tuurlijk had ik ook wel talent, anders dan kom je er niet. Maar ik was niet de jongen die van begin af aan altijd al vooraan reed. Ik reed vaak op de derde, vierde plek en daar heb ik heel lang volgehouden. Tot ik eigenlijk wat groter werd, wat sterker. En toen kon ik meedoen met wat snellere jongens. En was toen ja, door mijn doorzettingsvermogen in het verleden dat blijven houden. En mijn leergierigheid denk ik wel. Dat ik gekomen ben waar ik nu ben gekomen. Dat denk ik ook. Oké, applaus voor Twan van Gent. Dan denk ik dat ik namens ons allemaal Twan voor het volgende seizoen ook weer een Olympisch seizoen heel veel succes mag wensen. En hopen dat hij blessurevrij en het seizoen in kan gaan. Dat je vanaf de meter van mee kan dingen voor de grote prijzen. Ja, zeker ook niet. Dat doe ik aan per se in trainingen, wat ik er wel heel goed kan. En ja, zorg dat het is kleine blessures die voorkomen kunnen worden, dat ik die gewoon niet op kan lopen aankomen. Dus dat is eigenlijk het grote doel om resultaten te halen en dingen die ook niet die overbodig zijn, gewoon overbodig laten. Oké, heb ik hier nog een opstapeling van behaalde resultaten? Het is een heel waslijstje. Past er bijna niet op. Even terugkijkend op het seizoen 2015. Je bent Europees kampioen geworden in Erp. Nederlands kampioen in Klazineveen. Nederlands kampioen Time Trial Klazineveen. Ook een aparte titel is dat. Zilveren medaillewinnaar Europese Spelen te Baku. Derde plaats in een Great Salt Lake National USA. Eerste plaats BMX European Cup Round in Denemarken. Zijn allemaal de grote wedstrijden. Een zevende plaats, een derde plaats, een eerste plaats topcompetitie van het zwaard. De hele waslijst is het. Geef er een leuk plaatje aan. Hang hem er voor je op dat je het niet vergeet. Want ik denk ook dat je die uitslagen. Jij vindt het gewoon, maar ik denk dat je ze niet moet vergeten. En altijd een mooi plaatje moet geven. En dan heb ik ook nog een kleine bijkomstigheid. Voor jou is het, jij bent voortaan van de Big Money natuurlijk, maar wij doen hier niet aan, maar wij vinden het wel leuk om jou iets te kunnen geven. Alsjeblieft.